welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie van Morphe testen. Morphe komt echt met collecties alsof het niks is. Gewoon elke 2-3 maanden hebben ze weer een nieuwe collectie. Alle collecties zijn wel klein, dus ja, dan is het wel makkelijker om sneller nieuwe collecties uit te brengen. En deze keer is het een samenwerking met Lucky Charms. Lucky Charms is een van de bekendste cornflakes merken in Amerika. Het is volgens mij helaas in ons land niet te koop. Misschien als je echt onderzoekt is het misschien hier en daar wel te vinden, maar over het algemeen is het bij ons niet te koop in de grote supermarkten. En Morphe heeft een samenwerking met hun. Ik weet niet waarom make-up merken ineens hebben besloten dat ze allemaal samenwerkingen hebben met cornflakes merken. Ik heb ook al een keer een andere collectie getest, maar ja, het is heel apart. Ik zou als make-up brand nooit hebben gedacht van laten we een samenwerking doen met cornflakes. Maar goed, ze hebben het dus weer gedaan. We hebben een oogschaduwpaletje, we hebben oogpotloodjes, we hebben kwasten, dus we gaan het vandaag allemaal testen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik ga vandaag echt voor een hele heftige look. Laten we snel beginnen. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, want daarvoor hebben we niks. We hebben alleen maar kwasten, potten, loodjes en oogschaduw. Ik ga beginnen met de kwasten. Dit is de Morphe X Lucky Charms 6-delige kwastenset. En hij kost 29 euro. Zoals je kunt zien is het allemaal heel happy, heel kleurrijk. De hele collectie is zo rood, geel, groen, blauw. Allemaal van die hele felle kleuren. Daar hou ik van. Vandaar dat ik ook ben gegaan voor een gele achtergrond en een rood truitje. Ik zie online dat de collectie ook een lipgloss heeft. Alleen die heb ik niet ontvangen. Ik weet niet waarom niet. Maar ja, anders had ik die ook getest. En de dag dat ik deze video film is de collectie nog niet eens te koop. Dus ik kan de gloss ook niet bestellen. Dus weet wel, er is ook een gloss hierbij. Dit is dus de kwastenset. Het zijn 6 oogkwasten. Je krijgt er dus ook zo'n etuietje bij. Ik vind hun kwasten altijd best wel goed. Dus ik heb hoge verwachtingen. Dit zijn ze. Echt super kleurrijk. Ik moet wel zeggen, ik heb echt al meer dan genoeg kwasten. Maar toch wil ik ze gewoon testen voor jullie. Dit zijn dan alle 6 de kwasten. Alle 6 voor de ogen. En deze kwast hier heeft ook nog een klein kwastje aan de andere kant. Dus een spoelie en een kwastje. Oké, ze voelen allemaal weer heel zacht aan. Deze ga ik gebruiken voor de ooglook. Ook super duper kleurrijk. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dit etuietje is ook echt heel cute. Dan het oogschaduwpaletje. Dit is het Morphe X Lucky Charms Artistry Palette. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. En hij kost 25 euro. Dit is de inhoud. Je krijgt 18 prachtige felle kleurrijke kleurtjes. Zowel mat als glanzend en een grote spiegel. Oké, nou dit is dan de verpakking. Alle verpakkingen zien er echt allemaal precies zo uit. En dan is dus dit het paletje. En ik moet zeggen, de kleuren zien er allemaal echt heel erg mooi uit. Heel erg fel. Ook wel echt een aantal donkere kleuren hier op de onderste rij. Deze kleur hier ziet er echt prachtig uit. Zo mooi mat roze. Ik ben heel benieuwd. De kwaliteit van hun oogschaduwpaletjes zijn altijd wel gewoon oké. Niet super goed, maar ook absoluut niet slecht. Gewoon echt goede kwaliteit. De kwaliteit-prijsverhoudingen zijn ook altijd echt goed. Dus ja, ik ben benieuwd. Echt 18 prachtige kleuren. Zoals ik al zei, ik ga echt een hele heftige look maken. Dus het paletje moet echt goed presteren. Anders ja, gaat het hem gewoon echt niet worden. Ik vind het allemaal zo leuk. I love it. Je kunt hier echt veel looks mee maken. En dan als laatste de potloodjes. Dit is de Morphe X Lucky Charms Color Pencil Set met 6 kleuren. En het kost 15 euro. Dit zijn dus gewoon potloodjes. Je kunt ze als oogpotlood gebruiken. Lippotlood, whatever you want. Het zijn gewoon al over potloodjes. En dan weer in die regenboogkleuren. Jongens, kijk hoe mooi. Kijk even wat een mooie kleuren. Ze zijn ook niet mat. Ze glanzen een beetje. Ik ga even deze blauwe kleur op mijn hand swatchen om het te laten zien. Oeh, super creamy. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar zoals je kunt zien, hij glanst een beetje. Het zijn geen matte kleurtjes. En dit zijn dan alle 6 de kleuren. Prachtige kleuren. Kijk even die gouden kleur. Wauw, ze zijn ook super creamy. Super gepigmenteerd. De swatches voelen echt amazing aan. Deze kleur is dus niet geel, maar die is dus zo goud. Heel apart. En even kijken. De groene kleur en deze paarse kleur zijn echt heel glitterig. Meer dan de andere. Dus ik zie ook echt verschil in de kleuren. En de 3 kleuren hier zijn meer richting mat. I love them nu al. Ze voelden zo creamy aan. I love it. Dus die ga ik ook gebruiken voor de look. En dat is dan al gewoon gelijk de hele collectie. Dus we gaan een heftige ooglook maken. Ik heb hier wat inspiratie. Dit is de look die ik wil gaan maken.
heel apart zoals je kunt zien. Dus laten we snel inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd. Oké, let's do this. Ik ga eerst mijn ogen primen met deze Essence Oogschaduw Primer. Deze is echt heel erg fijn en lekker goedkoop. Ik weet niet of hij er nog is, maar als hij er nog is, zou ik hem zeker halen. Wat ik wel een beetje minder vind aan al hun collecties is, het is bijna altijd de same. Het is altijd een oogschaduwpaletje, kwasten, potten, loodjes. Ze veranderen niet heel vaak van de soort product wat ze uitbrengen. Dus dat vind ik wel jammer. Ik wil ook wel gewoon wat meer blushes zien of bronzes of weet ik veel wat. Ze hebben die wel zo nu en dan. Maar over het algemeen is het altijd een paletje. En kwasten ook altijd. Terwijl ze hebben echt meer dan genoeg kwasten. Dat kan ook wel naar onderhand klaar zijn. Ik zie niet echt heel veel variatie in de collecties. En dat vind ik wel jammer. Dan ga ik ook mijn Revolution Tape aanbrengen. Hier zo voor een strakke lijn. En ik hoop dat er geen fallout is, want ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Ik ga beginnen met de rode matte kleur hier, die heet Balloons. En die ga ik hier zo aanbrengen in mijn crease. Maar ik blijf alleen maar zo hier in de binnenste hoek tot ongeveer het midden. Zoals ik al zei, het wordt echt een hele aparte look. Dan pak ik deze oranje matte kleur, die heet You're in Luck. En met die kleur ga ik dan die andere kleur een beetje uitblenden. En dan pak ik weer een beetje van het rood. En zo ga ik gewoon steeds op en neer met die twee kleuren om het mooi in elkaar te blenden. Maar het moet wel vooral rood zijn. Zo, nou is het wel mooi geblend. Echt super fel. Het blende echt heel goed en het is ook heel goed gepigmenteerd. Nou ga ik het zo strak maken met concealer. Dan ga ik nu in met deze gele matte kleur, die heet Shooting Stars. En die breng ik aan op mijn ooglid vanuit de binnenste hoek tot ongeveer het midden. Dit is een hele aparte kwast. Hij is best wel fluffy. Hij voelt echt heel apart aan. Deze gele kleur is ook echt heel fel. Geel is echt een moeilijke kleur om echt heel fel te krijgen. En dat is hij wel echt, dus dat vind ik wel fijn. En dan pak ik deze glanzende kleur hier, die heet Marshmallow Magic. Ik weet niet precies wat voor kleur dit is. Beetje geel-groenig of zo. Beetje een aparte kleur is dit. Kijk, een beetje een aparte kleur. Die pak ik dan ook weer met die kwast op. En die kleur breng ik een beetje aan over die gele matte kleur om wat glans te creëren. Kijk, het heeft die kleur echt wat lichter gemaakt. Zie je nog hoe donkergeel het hier is? Het verschil met hier en hier. Hier is het nou iets lichter, iets glanzender. Er is wel een beetje fallout van zowel die glanzende kleur als die matte gele kleur. Maar niet heel veel. Dan ga ik nu deze mint kleur aanbrengen. Die is ook mat en die heet Playful. En die breng ik ernaast aan. En dan maak ik zo'n strakke lijn naar buiten door deze Revolution Tape. I love it. Ik vind die geel met die mintkleur echt een super mooie combinatie. En door dat rood hebben we ook nog iets fels. Echt zo'n pop. Dit is zo apart. But I'm totally here for it. I love it. Ik ga in met dit rood potloodje. En daarmee ga ik een wing maken. Tenminste proberen. Zo creamy jongens. Oh my goodness. Kijk hoe makkelijk en creamy dit aanbrengt. En ook hoe fel. Het is echt gewoon goed rood. Amazing. Dit ging echt makkelijk. Alsof ik gewoon ben ingegaan met iets van een liquid. Echt amazing. Dit kan er nu vanaf. En nou heb ik hier zo'n mooie strakke lijn. Deze ooglook wint echt de prijs voor apartste look ever. Ik pak weer die gele matte kleur. En dan ga ik die ook zo doortrekken naar de onderste wimperrand. Hier zo in de binnenste ooghoek. En dan vanuit binnen tot ongeveer de helft. En dan daarnaast ga ik die mintkleur aanbrengen. En dan ook weer die glanzende kleur die ik daarboven ook heb gebruikt. En dan die breng ik ook weer aan hier zo op die gele kleur. En die glanzende kleur dan ook best wel heftig hier zo in de binnenste ooghoek. Dan ga ik voor goud, deze prachtige gouden kleur. En die breng ik aan in mijn onderste waterlijn voor een pop. Een glanzende pop. Jongens, ik kan niet vaak genoeg herhalen hoe creamy deze potloodjes zijn. Het is echt amazing. Zoveel pigment, je hoeft niet eens veel moeite te doen. Ik haat het als die zo droog is en zo, weet je wel. Dat zijn ze echt totaal niet. Deze kleur is echt apart. Kijk hoe apart dit is. Oké, nou dit ging echt toppie jongens. I love it. Nee, wacht. Ik ga nog iets doen. Ik pak weer die glanzende kleur. En die breng ik ook een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Voor een pop.
Dit is art. Dit is kunst. Dit is gewoon, ik zie gewoon dit op een schilderij gewoon. Echt, I love it. Het ging zo goed. Ik heb niks slechts aan te merken. Dit paletje werkte echt goed. Deze potten en loodjes zijn echt de winnaar vandaag. De kwasten zijn voor mij een beetje de moi. Een klein beetje. Maar het is oké. Oké, ik ga even wat neppe wimpers aanbrengen. Kom ik zo bij jullie terug. Dit is dan de ooglook. Super apart. Creatief. Heftig. I love it. De wimpers die ik op heb zijn deze van Shein. Gewoon zo'n random pakje die ik daar heb besteld een lange tijd geleden. Ik ben echt obsessed met de ooglook. Nou, dit was basically gewoon de hele collectie. Maar ik wil ook een lipkleurtje aanbrengen. En ik ga voor fel rood. En omdat dit een Morphe collectie is, ga ik ook voor een van hun lipsticks in de kleur Dominate. Dit is een van de beste rode lipsticks. Heb ik al heel vaak in mijn video's verteld. Hij is heel mat, heel rood. Echt een coole blauwe ondertoon. Echt een true red. Dus deze is echt amazing. En wat ik dan wil doen is dat ik ook gewoon dit rood potloodje gebruik als lippotloodje. So let's do this. Kijk even hoe mooi dit is. Fantastisch. Dit was ook echt ook weer fantastisch als lippotloodje. Dit was echt weer een geslaagde video. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Dit paletje is zeker een aanrader. Vooral die matte kleuren werkten zo goed. Ik heb maar één glanzende kleur gebruikt. Die was oké. Maar vooral die matte kleuren ben ik echt impressed. Dat ik zulke felle kleuren in elkaar heb kunnen blenden. Op zo'n makkelijke en snelle manier. Dat is best wel uniek. Dat lukt niet altijd. Dus dit paletje, als de kleuren jou aanspreken, raad ik hem zeker aan. De winnaar van vandaag is echt deze set. Als dit kleuren zijn die jij zou gebruiken, zou ik hem zeker te weten halen. Ik heb in een lange tijd niet zulke creamy, zachte, gepigmenteerde potloodjes gebruikt als deze. En ze zijn heel creamy, maar ze breken niet af. Het is ook weer niet te creamy. Dus echt perfect. Ideaal. Deze gaan echt gelijk hier in mijn collectie. En de kwastenset is voor mij een moi. Het is oké. Je hoeft het niet per se te halen. Het is niet dat ik echt iets heb van wow, dit zijn echt de beste kwasten ever. Je moet ze echt hebben. Ik zou zeggen, als je al gewoon genoeg kwasten hebt, zou ik ze gewoon laten liggen. Maar deze twee raad ik echt zeker aan. I love it. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat je vindt van deze make-up look, van de collectie. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. En laat me weten wat voor video's je nog meer zou willen zien, of course. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Het ging best wel snel, want het is een kleine collectie. Maar ik vond het echt weer heel leuk om dit te doen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!